Ja, de tent is niet meer wit, omdat wij grondwater gebruiken om af en toe de bodem te sproeien. En daar zit ijzer in. Dus dat is wat je daar ziet. We dachten dat we die tent voor een jaartje gingen opbouwen, omdat we daar weg zouden gaan. Maar inmiddels staat de tent 7 jaar, is dat hier? Ja. En wat wij graag willen is het plaatje wat u daar ziet op die banner. En nou, het ziet er naar uit dat dat ook allemaal gaat lukken. We moeten nog wel wat centjes gaan verzamelen. En waar we vanavond hiervoor zijn, is dat vooral iedereen in Almelo en omstreken ons kent. En dat we van niemand horen, goh, die Gravenhuiters, wie zijn dat eigenlijk? Want we bestaan ruim 40 jaar in deze stad. Albert is al heel lang trouwe ruiter bij ons. En we willen eigenlijk de mensen die bij ons rijden en die af en toe vanwege het weer of de kou of de wind of de hitte er niet kunnen zijn, dat die gewoon bij ons kunnen rijden en dat we onze planningen kunnen uitvoeren en er voor iedereen altijd kunnen zijn. Gewoon een passende jas voor een goede dienstverlening. En daarvoor is dus dat schitterende gebouw nodig. En nou, ik heb begrepen dat ongeveer na de zomer, nou, dat de kans toch wel heel groot is dat jullie mogen beginnen. In ieder geval met, nou ja, er moet in ieder geval nog heel veel gebeuren voordat het gebouw er überhaupt staat. Ik bedoel, dat staat er natuurlijk niet binnen 3 weken. Maar het ziet er naar uit dat jullie er in ieder geval mee mogen gaan beginnen. Dus er is gewoon heel veel en hard gewerkt. Er ook heel veel vrijwilligers daarin, de partners. Dus dat is al heel waardevol. En jij hebt ook folders meegenomen, gewoon over het werk dat de Gravenhuiters doet. Het komt straks op de tafels te liggen. En mocht u nou denken, ik vind dit zo bijzonder, ik heb daar eigenlijk wel wat voor over om die mensen daarmee te helpen. Kijk naar de mensen hier op het podium en spreek ze aan. Vraag ze wat ze nodig hebben. Misschien kunt u wel op een hele kleine wijze helpen om dat broodnodige pand, die manege, te realiseren. Mag ik jullie heel erg bedanken dat jullie dit wilden vertellen hier vanavond. En geniet er nog van, zou ik zeggen. Een applaus.